verrassing op de morgen in petto. Hé, 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 als ik dat nu al zeg, dan... Ja, dan is het geen verrassing meer, ik weet het. Ah, ik vond het zalig. Mm. Eerst naar de sauna en dan lekker eten en dan zo'n goede afsluiter. Mm. Nou, ik ga sentimenteel doen. Laat u gaan, schat. Laat u gaan. Ik voel mij gelukkig bij u. Ik ook bij u. Maar jullie zijn niet sentimenteel. Hm? Je geeft me het gevoel dat je al mijn wensen kunt vervullen. Al uw wensen? Hm. Zelfs mijn diepste wens. Een kind. Ik wil een kind, Jean-Pierre. Van u. Jean-Pierre? Een kind. Dat zou ongelooflijk zijn. Slaap? Wel, niet echt, nee. Niet echt. Oeh, Anne, please. Mag ik die radio een beetje stil zetten? Ja. Wanneer komt het dat je zo slecht geslapen hebt? Ik weet niet. Ik heb een draai niet gevonden vannacht. Ik denk dat ik elk uur op de kerktoren heb horen slaan. Hm. Liggen piekeren dus. Over? Poh. Toch niet over datgene dat we gisteravond besproken hebben. Nee, nee. Je wilt daar toch niet op terugkomen? Nee, nee, nee. Nee. Hm. Alleen... Ja? Je hebt mij wel een beetje verrast gisteravond met die vraag. Het is daarom dat ik... Oeh, maar je hebt me toch ook gezegd dat je een kind wilt van mij? Ja, maar dat is zo. Ah, wel? Maar eigenlijk heb ik heel de nacht aan u liggen denken. Aan mij? Hm? Liefke... Weet je zeker, en verstaat het nu niet verkeerd, hè, maar weet jij zeker dat je dat kind van mij wil? Zit je zeker dat het niet de emotie van het moment was dat u die kinderwens heeft ingegeven? Ik weet niet wat ik er nog moet van denken. Ik weet het echt niet meer. Ja, ik snap het wel, ze. Als je zo je vader verliefd ziet doen met iemand die maar een paar jaar ouder is als jij zelf, dat je het daar moeilijk mee hebt. Maar dat is maar ene kant van de zaak, eigenlijk. Oeh, ene kant. Maar ja, het is zo lang geleden dat ik mijn vader nog zo gelukkig gezien heb. Die straalt gewoon. Die is zo blij, zo lief, zo charmant. Dat is echt lang geleden. Oeh, maar wanneer de tijd met Marianne dan wilde zeggen? Oh, nee, veel vroeger. Een tijd dat mijn moeder nog leefde. Dat kon hij ook zo lief doen en zo charmant zijn. Allee, ja, gelijk nu met Anne. Mm. Ja, ik snap het wel, hoor. Ik weet niet waarom ik het er zo moeilijk mee blijf hebben. Misschien zie ik in Anne rivaal voor mijn moeder. Maar dat is onnozel, dat is zo overdreven gewoon. Ik zou blij moeten zijn. Ik zou eigenlijk blij moeten zijn. Hij is nu eindelijk terug gelukkig en dan zou ik toch blij moeten zijn. Maar nee, ik heb het moeilijk. Ik weet echt niet meer wat ik moet doen. Maar wacht even af misschien. Allee, echt. Breek daar nu je kop niet over. De emotie van het ogenblik. Mm-hmm. Ondanks de korte relatie die wij nu hebben, hebben we al veel meer weerstand opgewekt dan... Andere relaties in jaar, hè? Mama, Jenny, Marie, ze zijn er allemaal tegen. Ja, ze hebben ons niet kunnen tegenhouden. Nee. Nee, en ik weet maar al te goed dankzij wie. Oh, Anne. Jij hebt die ook niet laten doen, hè? Maar de druk was toch veel groter bij u? Jij hebt zelfs tegen uw dochter in voor mij gekozen. En dat heeft mij ervan overtuigd dat datgene dat wij hebben ook voor u heel belangrijk is en op de eerste plaats komt.
Mm, dat is waar. Maar liefje, daar heb je nog altijd niet mee op mijn vraag geantwoord. Zou ik een kind willen van een man waarvan ik niet zeker weet dat mijn toekomst bij hem ligt? Daar heb ik juist zo van wakker gelegen. Ik vind het zalig hè, om zo verwend te worden zoals gisteravond. Maar dat mij dingen zou doen zeggen die mijn leven zo ingrijpend zouden veranderen, nee, dat moet je van mij niet verwachten. Nee, ik spreek niet uit een opwelling. Ik heb daar heel goed over nagedacht. Ik had moeten weten. Sorry. Kun je me vergeven? Bon. Dat weet ik nog niet. Het eerste wat we eigenlijk moeten weten is hoe diep dat je waterput is. Maar bestaan er geen papieren van? Tekeningen of plannen toen die put geboord is? Ik weet dat eigenlijk niet. Werner, weet jij daar iets van? Wat? Ja, is er nergens een formulier waar dat op staat hoe diep dat je waterput is? Ik zou het niet weten, Rosa. Dat is nog van in een tijd van Lou, hè? En wel, belt hem eens op. Ja, voor zoiets onnozel. Onnozel, onnozel, zegt Werner. Er hangen misschien mensenlevens vanaf, jong. Ja, Jenny, denk eens na. Wat zou die dan nog van weten? En Veronique al. Veronique? Ja. Veronique zal het weten. Maar, luister, Rosa. Zij hebben mij verteld dat ze had een relatie met Lou. Toen, zij kon toch misschien verteld hebben over Poet? Ja, allee, hey, laat het maar zo komen. Oh, Frank. Oh, dat is goed dat jij zo op kon komen. Kom binnen, jong. Wees wel dank. Het schijnt dat ze dringend is. Hey, Frank. Nee. Ja, het is dringend. Het is in verband met die vijver. Je zult er wel al iets van gehoord hebben. Hè? Zeg, en heb je die vijver nu gehoord? Je beseft niet hoe zwaar dat geval is. Maar voordat we allemaal vergiftigd kunnen zijn, je gaat het er toch niet bij laten, iedereen? Maar nee, natuurlijk niet. Weet je, straks komt Willy, hè? En we gaan proberen zo rap mogelijk een afspraak te maken met die bende Witte. Enfin, als het lukt, natuurlijk. Het moet lukken. Ja, als we maar niet door de mand vallen. Want het ligt aan mijn kleinigheden, hoor. Ja, maar het is het risico waard, hè. Er staat veel te veel op het spel. Ja, als je dat maar weet. Voilà, hier is de Willy, denk ik. Ja. Goeiedag. Goeiedag. Drie pilsjes graag, mevrouw. Drie pilsjes, ja. Nee, wij drinken wel uit het flesje. Ja? Ah, zoals u wil. Ziet ze? Ze willen al niet meer uit het glas drinken. De roddels beginnen al. Ah, dat is toch niet zo buitengewoon, Jenny? Er zijn nog mensen die graag uit het flesje drinken. Ja, Dreek, hè. Jonge gasten op een fuif. Maar hier heb ik je dan nog niet veel meegemaakt, hè. Jenny. Nee. Nou, weer, ze vroeg op stap. Heb jij misschien een minuutje voor mij? Ja, is dringend, want ik verwacht iemand van de milieuraad, hoor. Ik zal het kort maken. En ja, het is dringend, ja. Maar vooruit dan maar. Kunnen we misschien eventjes apart zitten? Hè? Ja, tuurlijk. Daar, een doekje. Hoe met bidons? Tot lek. Grote vaten, die wij gaan voelen een paar straten verder met zuiver water. Dan wij kunnen een tijdje verder. Mooi jongen, toch een tijdje verder. Jij denkt toch niet dat dat op 1, 2, 3 opgelost kan zijn? Heel die affaire. Zeker niet als rechtstroom om de knik hangt. Ja, en dan met hoeveelheid water dat wij nodig hebben. Zeg, ja. Al die bidons alleen. Ja. Dat denk ik toch ook niet. Volgens mij is er maar één oplossing. Ja, wat is dat? Ja, heel de centen boutique afbreken, vernieuwen en aansluiten op de waterleiding. Zeg, Frankje, wat kost dat? Oh, Rosa. Niks voor niks. Kwaliteit, dat kost geld. Dat is nou zo. Ja, we kunnen er misschien wel een mouw aan passen. Hij kan veel zelf doen. Ik zal ook iets onder prijs doen. Want profiteren van de mensen miseren, dat ligt niet in mijn hart. Dat weet ik goed genoeg. Frank, waterleiding loopt niet tot ter smissen, hè? Dat meende niet. Je zegt geen waterleiding. Maar natuurlijk niet. Het ligt veel te ver van straat, hè. En was ook niet nodig, want vroeger, hè, hier is nu waterput, hè. Oei, in dat geval. Ja, wordt waarschijnlijk helemaal een gepeperde rekening. Amai, dat gaat hem in je spaarboek niet toekomen. Dan moet de maatschappij komen, dan moeten ze dat openbreken. Tot ons straat, hè. Tot ons straat, denk er al. Dat veegde hij uit met een paar duizend euro. Eigenlijk is dat nu iets van mij. Ik ben hier toch maar gerant. Rosa, daar zit een huisbaas, hè. Werner? Ja, ik heb het gehoord, Rosa. Ja, en? Ja, ik denk niet dat ik daar ga intussen komen. Nee, en waarom? Ja, Rosa, ik heb u ter smisse gelaten van een goede prijs, hè. Ja, dat is ook zo. Het onderhoud, dat is voor u. Ja, het onderhoud, het gewoon onderhoud. Deze is toch geen gewoon onderhoud? Ja, Rosa, dat die put vervuild is, dat is niet mijn fout, hè.
Nee, Wilma, maar dat is ook niet mijn fout. Sorry, maar een café, hotel, restaurant openhouden zonder water, dat gaat niet. Ja, luister, Rosa, ik heb een goede oplossing. Als jij het anders wilt, ja, dat is uw probleem. Zeg, Wilma... En ik heb al genoeg zorgen aan mijn kop, dus los het op zoals je het wilt. Maar laat er mij alstublieft over gerust, over die put. Amai, wat heeft die gegeten? Veronique, nou, ze doet weer een beetje moeilijk, hè. Serieus? Ja. Het is ook de eerste keer. Wel, het mag zijn wat dat wilt. Ik kan me niet schelen, maar ik vind niet dat het op mij moet uitwerken. Ja, snap je. Maar jij gaat er dus niet mee akkoord. Niet mee akkoord, niet mee akkoord. Het is uw beslissing, hè. En die van Ann. God, kind op uw leeftijd. Ik kan mij de commentaren hier al voorstellen. Maar nog te zwijgen van die reacties van Marie en van Marianne. Amai, amai, amai. Ik heb ook nog niet definitief ja gezegd, iedereen. Oh. En dan was zo blij, zeg je? Nee, ik heb iets geantwoord in een trant van dat ik er ook heel blij zou mee zijn. Maar het was voor interpretatie vatbaar. Anne heeft er natuurlijk haar interpretatie aan gegeven. Dus, als ik het goed begrijp, zou het er liever niet meer doorgaan. Misschien wel. Misschien ook niet. Of ik heb dat niet willen aandoen om dat ineens zo allemaal in twijfel te trekken. Het is daarom dat ik me een beetje op de vlakte heb gehouden. Ja, ik zie het, ja. Ik zie het. Je wilde met een kluitje in het riet sturen. Maar nee. Nee, maar dat Anne zomaar een kind van mij wil, dat heeft mij zo verrast. We staan er niet. Ik heb ook niet tegen haar willen liegen. Ik ben er nog niet uit. Ja, hoe had ik dan moeten reageren? Gewoon, hè, Jean-Pierre. Gewoon, hè. Door open kaart te spelen. Ja, en haar zwaar te ontgoochelen, zeg. Heb jij er al eens aan gedacht hoe zwaar haar ontgoocheling zal zijn als uw definitieve beslissing negatief is? Nee? Anne heeft altijd kinderen gewild. Dat is trouwens een van de redenen waarom haar relatie met Lou op de klippen is gelopen. En nu wordt je stilletjes aan een dagje ouder en hoort ze de biologische klok tikken. Ik geloof niet dat jij het recht hebt om haar aan het lijntje te houden. Ja, maar dat doe ik toch niet? Ik mag toch over iets zoiets belangrijks als een kind maken toch wel eens nadenken, zeker. Het gaat niet alleen over dat kind maken, maar het is ook de gevolgen en de verantwoordelijkheid die je neemt, waar of niet. En wel, zeg dat dan, hè. Zeg haar dat je nog altijd twijfelt. En probeer daar alsjeblieft niet op te zadelen met de hoop die ze achteraf ziet kapotgeslagen worden. Want het zou dus kunnen, Jean-Pierre, dat je alleen achterblijft. Zonder kind. Maar ook zonder Anne. Anders gaan we nu wat excuseren. Naar jullie. Oh. Oh, Marie. Hey. Eva. Dat is ook toeval. Moet je liggen? Ik ben met haar meegekomen gewoon. Ah, wel. Ik ga naar binnen, Marie, dan zie ik u straks al. Zeg, ga maar mee, hoor. Je moet voor mij niet wachten, hè. Nee, maar... Ik wou u toch eens spreken. Over Anne? Mm-hmm. Mm-hmm. En moet dat hier? Het is mij om te even, maar ik ben gisteren aan uw deur geweest. We waren iets gaan eten, ja. Ja? Ja, ik heb u zien thuiskomen, ja. Hoe heb je ons gezien? En je hebt niks gezegd? Ik kon het niet. Ik zag hoe... Dat je met haar aan het flirten waard en dat je haar aan het kussen waard. En ik kon het echt niet. Ja, Walnik. Zit er niet veel anders op, dan moeten wij het er smissen laten. Toch niet voor altijd? Nee, tuurlijk niet voor altijd. Nee, zolang dat die problemen met die vijver duren. Wij kunnen toch gebruik maken van bidons? Nee, Walnik, het is heel lief, maar wij gaan geen gebruik maken. Maar is dat vreed? Koffie met plat water, dat is ook maar zeik van boren mee. Ik zal thuis wel koffie drinken. Als ons moe niet te veel zorgt, natuurlijk, want tegenwoordig. Is het echt dat probleem? Mom, manneke. Ze heeft haar haar laten doen bij die nieuwe coiffeur aan het gemeentehuis, weet je wel. En die gast heeft haar haar mismeesterd, like dat ze dat noemt. Een normale mens ziet er niks speciaal aan. Ze doen het al jaren hetzelfde. Maar ja, vrouwen en hun haar, dat moet ik u niet vertellen. Dat ben jij genoeg. Ja. Maar nu dat ik er aan denk, dat zou nog eens een gedacht zijn. Wat dan? In afwachting dat dat in orde is met dat water, hier, dan zouden hier toch de mensen kunnen coifferen in plaats van café te houden. Ja, het is goed, Sander Frank. Ik zal de mensen hun haar een beetje wassen met spa. Ja, met permanent met broebels.
Ik zal ons mooi sturen. Dat is goed, dan doen we ze. Nee, zeg, dank, serieus. Bedankt dat je zo rap bent gekomen, maar sorry dat de reis van niks is geweest. Dat is niks, dat is graag gedaan. En ik hoop dat de misère rap voorbij is, dat we terug samen een pinte kunnen drinken. Hé, jong. Goed idee. Allee, vooruit. Salut, hè. Salut. Ja. Frank. Goedendag. Ah, dag Eva, stond je er al lang? Nee, ik stond nog maar juist, maar heb ik dat goed gehoord? Hij is heel de familie. Hey, Frank. Marieke. Hey. Zeg, zouden we toch niet ergens anders gaan? Dan kunnen we het een keer rustig over hebben. Oh, zoveel valt er nu ook weer niet over te zeggen. Hè? Ik heb gisteren gezien dat jij gelukkig bent met Jan. En dat gun je me niet. Maar jawel, jawel, echt waar. Maar ik blijf het er gewoon moeilijk mee hebben. Het blijft wringen. Ik kan er niet aan doen. En ik hoop dat ik ongelijk heb. Echt waar. Het zal wel wat tijd vragen, denk ik. Maar die willen we geven, Marie. Die willen we geven, echt waar. Maar ik vind het heel knap dat jij zo vlak af zegt waar het op staat, ja. Is er ooit iets anders van mij gewoon geweest, hè? Niet echt, nee. Allee. Ik ga eens zien waar dat Eva zit. Goed, hè? Nee, oh, ik had echt op dat werk gerekend. Maar oh, waar moet ik het nu weer gaan zoeken? Hey, dag Rosa. Dag Waldek. Marie. Marie. Wel, wat is er? Ter smisse gaat dicht. Allee, dat meen je niet. Niet voor altijd, hè. Het is maar tijdelijk, zolang dat we zoveel problemen hebben met water. En ja, dat is uiteraard ook moeilijk voor Eva, want ik kan hier dan niks verdienen. Oh, allee, jong, dat is wel stom. Ja, er is niks aan te doen, hè. Misschien wel. Oké, gaan we weer niet beginnen zagen over bidons, hè, man? Nee, over haar. Over haar haar. Eva is coiffeur, niet? Oh, man, dat heeft de stil bij mij geleerd, ja. Je hebt materiaal nog. De grote dingen is niet, hè. De drogers en zo heb ik weggedaan omdat ik gestopt ben. Maar de kleinspulletjes heb ik nog, ja. Waarom? Wie wilde naartoe? Eva een job helpen. Ik heb aan het nadenken geweest over wat Frank zei over moe flarken. Ja? Het is vooral oudere mensen die zijn niet tevreden over moderne coiffeur. Zij zoeken dus iemand anders. Mij? Maar wat moet ik doen? Een salon op mijn eigen beginnen? Nee, niet salon op eigen. Jij kunt naar mensen thuis gaan. In het zwart? Ja, in blond, in bruin. Mag niet dood, ja. Nee, maar serieus, zou dat kunnen? Ja, zeker. Oh, dat is zeker dat dat kan. Dat heeft altijd bestaan. Ik heb daar in de tijd meer dan genoeg concurrentie van ondervonden. Ah. Ja, dus jij hebt liever van niet? Mooi, Eva, kom. Ik geloof absoluut niet meer in solidariteit. In de tijd, toen mijn salon dicht moest, denk je dat er toen één van de coiffeuzen hier in de buurt mij is komen helpen? Niet, hè. Ze hebben eens goed gelachen en ze hebben mijn klanten binnengepakt. Dus als het u kan helpen, gewoon doen. En zou ik je dan dat grief kunnen overnemen? Als we nu zeggen dat we beginnen met te lenen en als het dan fantastisch loopt, dan kunnen we nog altijd over een prijs spreken. Hè? Hallo, met meneer De Witte. Meneer Ben De Witte. Ah, goeiedag, meneer De Witte. U spreekt met Paul De Man van de firma Global Pharmaceuticals. Global Pharma... Ah, u kent de firma niet. Ja, dat kan erin komen. We zijn nog niet zo lang actief op de Belgische markt. Juist, ja. Waarover ik eens met u wou praten. Ik ben verantwoordelijk voor de verwerking van chemisch afval in ons bedrijf. En men heeft mij aangeraden om eens met u contact op te nemen. Ja, ik heb heel positieve dingen gehoord over uw manier van zaken doen. Ja. Ja, kunnen we het daar eens over hebben? Ah nee, natuurlijk niet. Nee, niet over de telefoon, dat spreek vanzelf. Ja, ik ben bereid om bij u langs te komen, hoor. Dat is geen probleem. Wanneer past u dat? Morgen, morgen. Morgen om 17 uur, ja. Dat is perfect. Oké, okay, ik zal er zijn. U kan me verwachten. Hè? Ja, meneer De Witte, tot morgen. Dag. Bingo. Yes. Hij beet direct. Hij lijkt een uitgehongerde vis. We hebben hem aan de naken, jongen. Ja, ja. En als hij nu denkt, hè, dat we hem onmiddellijk gaan loslaten, dan vergist hij zich. Ah, is dat nu echt? Nee, ik zal er iets uit mijn duim zuigen. Ter smisse tot roog van de wielen, letterlijk.
Allee, zeg, stel je voor dat je naar de smissegaal wil een tas koffie drinken. Kun je al direct uw paraplu aan de naal krijgen. Boe, je moet niet overdrijven. Ze zijn er direct bij geweest en er is niks gebeurd. Ja, maar toch vind ik dat ze in de smisse danken dieske mogen zeggen ze, hè. Allee, als je nu nog had, hoe dat zo ineens in het leven kan keren. Maar alles is onder controle, zeg ik. Panikeert nu toch eens niet. Alles is in orde. En ik bedoel het in het algemeen. De ene moment, dan voel je gelijk een koning. En de volgende moment, dan is het direct met je afgelopen. Ja, zeg, koning of niet, daar stonden we toch allemaal voor. Allee, Suske net de soepelpank moeten nog naar het bureau. En toch blijf ik het zonde vinden, hè, dat voor dat klein beetje dat er ons rest, dat we dat verprutsen met reuzen maken en vechten en elkaar de duivel aandoen in plaats van vriendelijk te zijn tegen elkaar. En elkaar wat toe te geven en naar elkaar toe te gaan. Ja, ja, ik wist al dat daarop ging uitdraaien. Maar heb ik soms geen gelijk? Soms heb je gelijk. Maar als het over onze Luc gaat, over die kloefkapper, dan... Dan is er met je gerechten voor te plogen, dat weet ik. Maar niet iedereen denkt gelijk als jij. Simonneke, wat denkt jij? Ja, het zijn wel een eiskik natuurlijk. C'est toi, Simon. Ik weet niet, Moke, mij zegt dat ook niet direct tijd om terug met de Luc in contact te komen. Zie je, als je nu nog zou twijfelen? Later misschien, maar veel later dan, hè. Nu heb ik er absoluut nog geen behoefte aan. Dus dat hem ons gerust laat en dat hem zijn eigen potje maar kookt. Ja, en dat hem zijn eigen maar verslikt in een kekenbilletje. Kom op, Suske, zijn weg, want anders begint moeder Oosten hier weer te preken. Malke, salut, hè. Allee, Simon. Wacht even. Hey. Zijn je nog altijd kwaad? Nee, dat duurt bij mij nooit niet lang. Hoe is het nu met Janky? Ik heb er nog eens mee gebabbeld, maar noppes. Uw aanbod, geldt dat nog altijd? Met wat? Om mij te helpen met mijn vrouwenprobleem. Ah, dat. Ja, ja, natuurlijk. Ja? Ja. Stof? Oh, wat denk je? Wat is mijn grootste probleem? Goh, Juri. Nee, ik denk gewoon dat je meer lef moet hebben. Ik ben geen macho. Nee, maar macho's, dat willen de meisjes niet. Maar je moet jezelf wel serieus nemen. Maakt ook iedereen? Bah, je hebt zowel de neiging om grapjes te maken over jezelf. En dat is niet goed. En uw look? Mijn look? Maar nogal jong, vind ik. Kinderachtig. Dat heb ik niet gezegd. Ik heb jong gezegd. Ik vind dat je er wel wat volwassener mocht uitzien, ja. Dus ik moet gewoon eens goed gaan shoppen? Ja. Ja. Maar ik kan niet graag shoppen. Zo passen en kiezen, en dat interesseert mij eigenlijk niet. Wil jij niet meegaan? Ja, 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 natuurlijk. Weet je wat? Heb jij tijd, dan kunnen we anders nu... Wel, liever nu als morgen. Wel, dat is goed. En stop ik er hier mee. Dat is goed. Weg. Voilà. Hey, zit je er al? Ja. Hoe was je spreken? Iets rustiger. Oh. En dat van u? Je had toch ook een klant, hè? Oh, die Pipo, die heeft afgebeld. Nee, ik ben naar Tersmissie geweest. We gaan pintelieren. Pintelieren, ja, dat is mijn stijl. Ik heb zelfs geen koffie gedronken. Oh. En? Hoe was dat? Ze doen er allemaal nogal zenuwachtig, maar ik heb dat maar laten zijn. Zal zichzelf wel oplossen, zeker. Mm. Maar ik ben daar wel Marie tegengekomen. Ah, wat zei ze? Wel, niet veel, maar wel to the point. Over ons? Ja, dat ze dat eigenlijk niet zag zitten. Dat ze wel begreep dat wij happy waren met ons tweeën. En dat ze hoopt dat ze in de toekomst zich met onze situatie kan verzoenen. Nou, dat klinkt toch vrij positief? Dat is wat ik er ook gezegd heb, ja. En ook dat we haar problemen wel begrijpen. En dat wij daar wel geduld mee hebben. Mm. Allee, ik ben blij dat die spanning weg is, dat je eindelijk normaal kunt doen tegen Marie. Ja. En zeker omdat wij een kind willen, hè? Ja. Oeh, ja. Wel, dat heb ik haar nog niet gezegd. Oh, natuurlijk niet, dat is toch veel te vroeg? Hm. Ja, tuurlijk. Maar ik vraag me af of zij gaat reageren als ze hoort dat wij aan kinderen denken. Ja, dat zal ze dan toch ook moeten aanvaarden, of niet? Tuurlijk. Jean-Pierre, is er iets dat je me moet zeggen? Mm-hmm.